Ja, het was een prachtige reis. Tot op eerste paasdag de aanslagen plaatsvonden. Voor ons ging alles toen nog best wel door. Maar ik geloof dat vooral in Nederland iedereen wel heel erg bang was. En ja, zich heel erg zorgen heeft gemaakt. Ons programma is tot die donderdag daarna nog doorgegaan. Maar toen ineens kregen wij een negatief reisadvies. Dat betekende dat wij terug moesten naar Nederland. Wat voor impact heeft zo'n wereld... nieuws op jullie als vakantiegangers? Nou, dat valt op zich best mee. Want ja, je zit in zo'n vakantieland. En in eerste dagen ging gewoon het programma door. En dan krijg je alles niet zo mee. Pas als je dan weer een aantal van die mensen met grote geweren ziet staan. En denk je, oh ja, ze zullen ons wel beschermen. Dat ga je dan maar denken. Maar dan word je eraan herinnerd. Maar op het moment dat wij op die leeuwenrots liepen... hadden wij niet in de gaten wat er aan de hand was. We werden gebeld en we gingen appjes en wat is er toch aan de hand? En toen pas hoorden wij dat er aanslagen waren elders op het eiland. Maar in eerste instantie viel dat nog wel mee, werd wel een avondklok ingesteld. Maar 's avonds hadden wij toch niet zo'n groot programma, dus dat viel allemaal wel mee. Maar pas na een dag of vier, toen werd het echt, ging het veranderd worden. Want toen zeiden ze, jullie moeten terug naar Nederland. Dat is echt veel te onveilig en toen was er nog weer een nieuwe... dreiging geweest en er was nog weer een aanslag in het oosten. En ja, dan ga je wel denken van, ja, oké, okay. Nou, dan moet het maar. Maar wij hadden een super goede reisleider die ons gewoon heel goed geholpen heeft. En die gewoon gezorgd heeft dat wij als groep toch een vakantie hadden. We hebben bijvoorbeeld de laatste avond nog een vakantiequiz gemaakt met z'n allen. En dat was super gezellig. En het laatste uur voor we het vliegtuig in gingen, zaten wij nog te kaarten. Dus we hebben er echt wel een vakantie van gemaakt, ondanks dat er zoveel dreiging was. Wat betekent dat voor jullie om zo'n vakantie zo abrupt te moeten afbreken? Ja, dat was donderdagavond wel even schrikken. Maar wij hadden wel allemaal zoiets van, ja oké, okay, als het zo onveilig is, dan ga je gewoon. Dan denk je daar ook niet langer over na, dan moet het gewoon goed zijn. En toen donderdags besloten werd, dan gaan we terug, hebben we toch nog... We hebben nog een stranddag ervan kunnen maken. We hebben nog lekker aan het zwembad gezeten. Ja, je bent er toch, dus je kan toch niks anders. En ja, toen moesten we maandagsmorgens dan maar weer terug naar Nederland. Zou je er ooit voor kiezen om nog weer naar Sri Lanka te gaan? Nou, ik denk dat ik het voorlopig wel gezien heb. Goed toch?